In deze derde audio-video gaan we dieper in op het energiesysteem, dus ons eigen energiesysteem en hoe dat de universele vlammen er ook zijn om ons lichtlichaam te voeden, te genezen en te balanceren. Nu, doorheen de evolutie van ons bewustzijn zijn we meer en meer verzonken in de materie, waardoor dat we genoodzaakt werden ons te gaan voeden met groenten, fruit en later dan ook vlees en vis. In principe zijn we allemaal lichtwezens en kunnen we ons lichaam eigenlijk voeden met de energie van voedsel. Dat betekent dus dat we in de hogere werelden geen voedsel meer eten, maar we gaan de energie gaan absorberen. Leven in de 3D-wereld geeft als voordeel dat je van alles wat de planeet in overvloed aan ons schenkt, kan gebruiken om je lichaam te gaan voeden. Dus daardoor zijn we ook dat echt daadwerkelijk gaan eten. Maar daardoor is er doorheen de jaren ook een disbalans gekomen. En zijn de mensen vergeten wat de echte reden is van eten, namelijk het voorzien van energie aan ons fysieke en vooral ons energetische lichaam. Hoe hoger je energie, hoe minder vast voedsel je nodig hebt. En eigenlijk is het een beetje omgekeerd aan wat je bij pasgeboren baby's doet. Dat betekent dus dat we eigenlijk opnieuw evolueren naar het enkel voeden van ons lichaam met licht. En daarvoor zijn ook de universele vlammen beschikbaar. Nu, een tussenstap zal zijn dat we, zoals in de hogere realms, de energie van voedsel overnemen op energetische wijze in plaats van daadwerkelijk op te eten of te drinken. En nu dat de vlammen opnieuw beschikbaar gesteld zijn op aarde als hulpmiddel voor ascensie, gaan we dus beetje bij beetje dat eigenlijk ook meer en meer gaan gebruiken om ons lichaam te gaan voeden. Door te werken met de vlammen kan je jouw groei in handen nemen, zodat jouw lichtlichaam, en je fysieke lichaam natuurlijk ook, zo zuiver mogelijk wordt. En op dat moment word je zelf ook een zuiver kanaal voor de universele vlammen. Daarom is de aanwezigheid van tweelingvlammen ook heel belangrijk. Want zij vormen de brug tussen de vlammen, dus de universele vlammen, en het merendeel van de bevolking die nog te vast zitten in die materie en in de energie van 3D. Omdat tweelingvlammen de vlammen en de stralen wel kunnen ontvangen, creëren zij hier en daar kleine openingen op aarde om nog meer licht te ontvangen. En daarom is het ook zo belangrijk dat tweelingvlammen aan zichzelf werken, die eenheid creëren in zichzelf en van daaruit een eenheid samenkomen met een tweelingvlam, als dat hetgeen is waar hun ziel voor gekozen heeft. Want de tweelingvlammen die samen zijn in een hele relatie, die vormen een vortex, een energetische poort voor nog meer licht dat naar de aarde kan gestuurd worden. En ongeacht of je nu een tweelingvlam, tweelingziel, indigo, lichtwerker of wat dan ook bent, ik hoop dat je het belang van die zelfontwikkeling ook inziet. Innerlijk werk doen, helen, trauma's transformeren, dat is geen leuke bezigheid, dat weet ik heel goed. En het vraagt ook veel van je lichaam en je energie, maar het is zeker de moeite waard. Want aan de andere kant van die brug, doorheen die donkere tunnel, laat ons zeggen, ligt dat hogere bewustzijn en ligt te leven in overvloed en vrijheid en onvoorwaardelijke liefde. En die wereld waar we over spreken, is nog steeds hier op aarde. Dus we gaan niet de aarde gaan inrullen, er komt geen nieuwe aarde. Maar de nieuwe aarde komt er wel, omdat de mensheid gaat gaan leven vanuit een hoger en ruimer bewustzijn. Waardoor we andere keuzes gaan maken en dat we dus een andere, nieuwe realiteit gaan creëren. Nu zitten we op het punt dat er nog de oude en nieuwe aarde naast elkaar bestaan. En dat maakt dat je natuurlijk bij sommige mensen ook het verschil in energie gaat gaan voelen, waardoor je fysieke lichaam soms zelfs gewoon ook ziek kan worden van het verschil in energie. Dus zie hoe dat alles samenhangt en zie hoe dat jouw groei invloed geeft op het grotere geheel. Ik zou zeggen, laat dat bij je binnenkomen als dat nieuw voor je is. Maar luister dan vervolgens naar wat dat jij mag gaan doen. Wat is jouw volgende stap? De vlammen zijn er sowieso nu al voor jou beschikbaar. En je kan ze gewoon aanroepen en vertrouwen dat je ondersteund wordt en beschermd wordt. Net zoals ik in de vorige video ook vertelde, is de bedoeling dat we de vlammen gaan ankeren via ons lichtlichaam. En dat bedoelt dus ook dat we ze gaan gebruiken. Dat we ze gaan gebruiken voor onze eigen ontwikkeling, onze eigen groei, onze eigen manifestaties. Voor problemen of obstakels die op ons pad komen. En hierin spelen de chakras ook een cruciale rol. Want de chakras zijn energiepunten, vortexen, waar die specifieke stralen binnenkomen. En die stralen voorzien ons van de energie waar ik daarnet over sprak. Je weet misschien al dat de 7 hoofdchakras op ons fysieke lichaam verbonden zijn met de 7 hoofdstralen. Dus dat betekent dat alle andere stralen en vlammen ook verbonden zijn met het chakra. En dus van zodra je in staat bent om die 12 vlammen te verankeren in energie, dan ga je automatisch ook geactiveerd worden naar dat 12-delig chakrasysteem. Waardoor dat dan de 5 hogere chakras zich ook geopend hebben. Dus niet alleen de 7 hoofdchakras, maar ook de 5 geheime of de 5 hogere chakras.
Maar ook daar stopt het niet, want na die 12 chakras zijn er ook nog meer energiepunten. Afhankelijk van de mate van bewustzijn en het niveau van de evolutie gaan dus zich meer chakras openen. Sommigen gaan tot 20, anderen gaan tot 30, anderen tot het volledige systeem en dus tot aan die 96 vlammen. Dus zo groeien we totdat er voor elke beschikbare vlam eigenlijk een energiepunt, een chakra, is in ons energiesysteem. Natuurlijk zijn niet alle chakras even groot en liggen ze niet allemaal mooi op één lijn. En ik vergelijk dat heel graag met het lymfesysteem in het fysieke lichaam. En dat is ongeveer iets gelijkaardigs, zou je je kunnen voorstellen in je lichtlichaam, maar dan voor je chakras en energiepunten. Nu, op dit ogenblik zijn er 4 tot 45 chakras actief, die verbonden kunnen worden met de desbetreffende vlam. Maar opnieuw, ook weer hier, hangt het af van persoon tot persoon. Dat gaat ook allemaal automatisch, zonder dat we hierbij moeten nadenken. Dus dat speelt zich ook af in de 5D-wereld, dus de fijnstoffelijke wereld, 5D en hoger, dus de 5D densiteit en hoger. En dus opnieuw, nog niet iedereen beschikt over een energiesysteem van 36 chakras. Dus dat is echt afhankelijk van persoon tot persoon en van waar dat die staan in hun bewustwording. Door met de vlammen te werken, openen iedere keer telkens de volgende chakras naar aanleiding van activatie van codes. En dat kan gebeuren door in contact te komen met iemand die de codes in zijn lichtlichaam heeft, zoals bijvoorbeeld bij mij. Dat komt ook het meeste voor. En van zodra dat dan de code bij jou geactiveerd is, kan jij andere mensen activeren. Nu, de activatie kan ook gebeuren via healing, via visualisatie. En dan gebeurt dat onder leiding van je lichtteam en van je hogere zelf. Dus we kunnen nooit vanuit ons ego en ons eigen sturende chakras openen. Je kunt niet zeggen van, ik wil vandaag tot en met 98 gaan activeren en openen, dat gaat niet. Want dat zou ervoor zorgen dat we zelf voorbij lopen en dat we op dat moment eigenlijk nog niet het juiste bewustzijn beschikken. Dus net door het onder leiding van jouw team en je hoger zelf te laten gebeuren, gaat pas die mogelijkheid beschikbaar zijn van zodra dat je het juiste bewustzijn hebt en de nodige wijsheid verkregen hebt, om ook vanuit dat die bewustzijnstoestand, die manier van zijn, te gaan leven. Naast het emotionele, het mentale en het energetische lichaam, die de meesten nu al kennen, zijn er ook hogere lichtlichamen. En de activatie van deze verschillende hogere lichtlichamen is er eigenlijk enkel met als doel om te groeien en te evolueren naar een kristallijne lichaam. En dat is dus dan minder vast dan het carbonlichaam dat we jarenlang hebben gekend. Nu, tijdens deze stap in je evolutie, oh my god, waarom zeg ik altijd evolutie, kan je ook met de vlammen gaan werken om alle stukken van je energie te gaan integreren. En ook daar, er zijn verschillende tijdslijnen waarop deeltjes van je oorspronkelijke energieervaringen opdoet. En door alles te integreren en de verschillende tijdslijnen te laten samenkomen in dit leven, kan je de beste versie van jezelf neerzetten ten dienste van de missie die je hier nu hebt. Ik wil nogmaals benadrukken dat het dus niet nodig is om te weten met welke vlam dat je moet samenwerken. En dat is ook hetgeen wat ik leer in het programma Universele Vlammen, dat ik ook benadruk in boek 96 Vlammen. Het is veel belangrijker dat je gaat gevoelen en je vertrouwt op de leiding die je krijgt. En dan zal je ook telkens gaan doen datgene wat dat voor jou hoogste goed is. Met andere woorden, datgene dat jij op dat moment nodig hebt. En niet meer dat iemand anders nodig heeft of dat iemand anders zegt wat hij moet doen, maar wat dat exact afgestemd is op waar dat jij staat in dat moment. Let ook op, ik ga het ook nog eens opnieuw herhalen, je kan nooit te veel van de vlammen krijgen, je kan nooit te weinig van de vlammen krijgen, net omdat het werkt via energie en met intentie en altijd onder leiding van jouw team is. Dus stel bijvoorbeeld dat je zegt van, ik heb ergens een pijn en ik roep de gele vlam aan, terwijl dat eigenlijk misschien beter de zilveren vlam zou gebruikt worden, dan doe je daar ook niets verkeerd in, want jouw team zal ervoor zorgen dat je de juiste vlam krijgt in de juiste hoeveelheid op de juiste plaats. Maar ook daarin is het belangrijk dat je leert loslaten. Nu, om echt te gaan healen met de vlammen, dat ga ik verder bespreken in de volgende video. Maar voor nu, weet dus dat op welke manier dat je energiesysteem ook met die vlammen verbonden is.